je en verkoop men dan naar hier. En maken in Dedems maar veel plezier. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Dat het tijd wordt dat ze onder een luid applaus naar voren worden gehaald. Esmee, Lisa, Jennifer, zijn jullie er klaar voor? Een applaus, dames en heren, voor het Rozen Trio 2014. Ja. Voordat ze zich Rozen Trio 2014 kunnen noemen, moeten ze natuurlijk een kroontje op. Daarvoor hebben we nog een Rozen Trio gevraagd. Ook daarvoor wil ik graag een applausje vragen. Dames, Lisette, Sjanneke en Mirjam, kunnen jullie ook naar voren toe komen? Inderdaad, ook applaus voor deze drie dames. Ik hoop dat iemand hier een foto van maakt, want zes knappe dames op één podium. Dat gebeurt ook niet elke dag. We hebben, Lisette, je hebt het kroontje bij je. Dan kunnen we overgaan om Esmee in ieder geval te kronen. Want dan hebben we weer een roze koningin. Goed
Kijk, we gaan eerst over naar het onderdeel van de shape. Mackie, moet ik iets vasthouden? Moet ik iets mijn mond dicht houden? Ja, handen in de lucht. Dames en heren, leggen we staan. Ik geef het woord aan Esmee, die gaat een kort openingswoordje doen. Ja, hallo Delusvaart. Hallo. Nou, vanochtend werd ik wakker met het besef dat ik voor een week lang koningin mag zijn. En dat is ontzettend gaaf. Ja, zo'n kans krijg je maar één keer in je leven. En dat vind ik, ja, hartstikke leuk. Maar een rozenkoningin is natuurlijk niks zonder haar hofdames. Lisa. En Jennifer. En ja, het is een ontzettende eer dat wij het Rozentrio van 2014 mogen zijn. En een ontzettend avontuur natuurlijk. Ja, nou, we hebben erg toegeleefd naar deze week en vinden het ook eigenlijk best wel spannend. Dus we laten het allemaal op ons afkomen. En we hopen dat het een feestweek wordt, een geweldige week met hele mooie herinneringen. Want herinneringen zijn natuurlijk belangrijk om de Delusvaria voor te zetten. En ik wil een heel groot applaus voor de mensen, het team, die hard hebben gewerkt om de Delusvaria mogelijk te maken. Het bestuur, de vrijwilligers en de sponsoren. Bedankt. Mag ik nog één keer een hartelijk applaus voor het Rozentrio 2014. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! En dat is bij deze de Delusvaria 2014 geopend. Jazeker joh, echt waar. Je was in ieder geval over de helft.
Nou, dat is wel... Afzetten, klimmen. Klimmen. Komt-ie, Wesley. Afzetten, klimmen. Klimmen. Wesley, hoe lang heb je hier nog getraind? Ah, een paar jaartjes. Vierde keer dit jaar dus. Oh, dat gaat goed jongen. 8,54. 8,53. Raymond. Waar komt ie? Ga klimmen, hè. Klimmen. Hij zit dicht bij de 7,80 meter. 7,90 meter. Hey, Ramon. Je hebt je hoedje nog op. Ja, hij blijft op, hè. 8,55 meter. Nick, ben je er klaar voor? Optie. Ga klimmen, hè. En nou die... Die zitten allemaal toch zo'n beetje diezelfde afstand. Nick, dat was bijna. Ja, bijna. 8,30 meter. Wij zijn er klaar voor. Aan starten. Negen meter. Ja, heeft je meen. Hoe niks van. De overkant is verder, hè? Ja, dan wordt hem zo meteen. 9 meter 13. Oh, ik bedoel wel even. Er is Bassie, Wesley en Raymond. Deze drie gaan voor de prijzen. Kort, Bassie, je staat er klaar voor. Oké, je hebt supporters. Klaar, en springen. En klimmen. Ah, die zit onder de 7. Nou Wesley, je moet in ieder geval onder de 7 meter zitten, hè? Ben je er straks in de prijzen zitten. Je hebt straks nog een herkansing, maar probeer onder die 7 meter. Wesley, kom eraan. Aanloop. Afzetten. Ja. Jammer, beetje scheef. Graag als je scheef bent, dan ben je zo'n 1,5 meter kwijt. Ruil, wij zijn er klaar voor. Aanloop. Afzet. Dicht bij de 7 meter. Of dicht bij de 8 meter. 8 meter en 15 centimeter. Kampioen. Wesley, wij zijn er klaar voor. Hallo. Springen. Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Jammer dat hij niet geschreven is. Ja, je moet ook nog rechts springen. Ruil. Laatste sprong. En de verste sprong. Denk ik. Ruil. Lopen. Goeie sprong. Ik denk rond de 8 meter. Ja. 7 meter en 95 centimeter. De derde prijs is geworden Wesley. Wesley is derde dus. Ja, neem de kans jongen, want het kan best wezen dat het van de week helemaal niet meer te pas komt. Ja, gefeliciteerd. Op de tweede plaats is geworden Bassie. Bassie op de tweede plaats. Hij kwam volgens mij 3 centimeter tekort. Ja, hij denkt gewoon, deze dames heb ik weer gehad, die halen ze me nu weer af. Levensvaart, Filiat, kampioen. 2014 is geworden Raymond!
Rijnmond, jij krijgt 4 zonnen hoor. Jij krijgt een 4. Ja, moet verschil wezen. Nummer 1 die krijgt een 4. Dankjewel. Oké, Rijnmond, gefeliciteerd. Dag dames. Leuk hè? Super. Gaat goed, Michael? Zeker. Mooi zo. Psychiatervak. Alsjeblieft, ook een foldertje. Dank u wel. Kijk, deze meneer er ook even meer. Evelien, wat zijn jullie gezellig aan het britsen? Ja. Nee. Wat ben jullie gezellig aan de brits? Wij zijn gezellig aan het britsen. Ja. Wij zijn een deksport, hè? Ja. Ik wil eigenlijk... Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit voor prachtig orkest is dit? Ja, hè? Ja. Mooi, hè? Maar wat is het? Het Bloemenorkest Nederland is dit. Oké. Ja. Maar gaan jullie door het hele land heen dan? Ja. We trekken van Weert naar Leeuwarden zo'n beetje. Oh, en samengesteld uit? Uit alle muzikanten uit heel Nederland. Dan kun je voor inschrijven, maar zo? Ja. En jullie toeren nou door heel Nederland heen? Ja. Een orkest van 16 tot 23 jaar. Oké. Allemaal jongeren. Leuk, ja. Ja, heel leuk. En vandaag zijn jullie in Deerenswaard. Vandaag zijn we in Deerenswaard. Ja. Wat super. Het is altijd zonnige Deerenswaard. Ik kijk hier, dat worden we graag. Op de Deerenswaard, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we gaan zo weer beginnen. Dus nou, hartstikke mooi. Ja. Fijne middag. Ja, hetzelfde. Is het een goed stukje muziek? Ja. Is het een mooi stukje muziek dit? Ja, zeker. Ja? Oh, ik ben benieuwd. Ik wil een stukje luisteren. Hoor je dan? Ja. Psst. Hij is te hard geslagen met de bekken? Nee, ik kwam net uit gips. Heb je gehad dan? Ik heb 3 banden in mijn pols geschud. Oké. Kom je door de bekken, hè? Ja. Kom door de bekken? Nee. Ik ga voor elkaar trekken. Succes. Nou, op de varia. Ja, op de varia. Proost. Proost. Smaakt het goed? Ja, zeker. Ja, we gaan wat solen. Voor nummer 46. Nummer 25. 5. Dat was een goede volgens mij. Nummer 5.
de jeugd. En dat doen ze goed. De fietser die kan doorgaan fietsen, maar ze komen naar de. We hebben de klok staan op 2 minuten en 13 seconden. Als ze kijken of we de jongens tegen de dag, dan is het echt weer nodig. En die komt bij de bruine motorstelling in 2 minuten en 20 seconden. En met nummer 409, dan zeg je Isa Storing. En dat schitterende Noordse schut. En hadden ze vroeger die marathon in 2:28. En met nummer 380 vindt dat nummer 5 dan weer. Ajaxman 203 zit daarbij met de Huisman. En als er een man met het oranje haar. En de man, ik kom net terug uit Brazilië. Met nummer 217 is het Bas Vossen uit Denemarken. En deze kleine atleet met 3-9 is SP Rekens. En dan zou de R van Rekens en de R van Rakken. Dus sneller rakken. En met 368 met Joe Jans uit Denemarken. In de topvorm met 202 is Julian Huisman met Naomi Hiemla. Met Fries bloed in het lichaam. Fries paardenbloed. Hier komt de hele bus binnen. 394 met Valentino Bergos uit Denemarken. Hij sluit hier de rijen, maar dat was een hele. Ja, is het nog gelopen? Ja, ze vielen bijna in een schot. Nou, dat kan ook natuurlijk, maar ja, dat is altijd, ik ken dat, daarom maak ik niet gezegd. Let maar op, zelf bij volwassenen, als je naar en pak ik je ring aan de lijn hoor. En hij komt hier door. En hoor en die en dat is zin van en die gaat in de keer. En dan kan ik wel een beetje. En dan kan ik 415 hebben we natuurlijk aan de sowieso bij de. En dan is het en dan we 399. En dan gaan we al voor 381. Is het Sophie Rubenstein die het door kan? Ah, Pinkje Morgan. Daar is het eigenlijk. En met nummer 102 is die Sam Wessel. En die komt uit Wessel Aarhus. En dan ben je van de Jacco Westerman uit Denemarken. We lopen wel een ronde van 2 kilometer. En hij komt binnen in de tijd van 3 minuten en 29 seconden. Deze bakker. Dennis kan naar een tweede plaats. Het is een reisje, de stad van Hoven en Eichel. En hier binnenkomen, volgende bakkertje met 400 ijsbakken binnen. In 338, 239, 163. Maar een Schuurs komt daar binnen. Daar zit ons voor de grond. Het is een schitterende feestweek. Waar we natuurlijk kunnen genieten. En is hij zijn sterretje. Ja, hij had een mooie eindspin. Ik kon zijn nummer niet eens zo gauw zien. Ik weet niet eens of dat Huub Kerkdijk was. He, dat zou maar gaan de eerste keer ook gezien. Die mooie versnelling met 226. Ja, 6,5 minuut. Maar dit is ook een schitterend atleten, toch? Daar kom je voor naar Stadion, Stadion. Als je wel een zeeman uit Emmen binnenkomt, die schitterende hoofddag, mag je zeggen. Bijna hoofddag. Ah, goed gedaan, jongen. Zit je samen binnen natuurlijk met Angela van het Erven. Dat zijn wel de termen. Dan loop je de 10 kilometer in Enschede. Daar in het mooie winter. Maar daar zeggen ze altijd, kwam iemand niet te hard lopen. Ja, jij bent mede-organisator van de Varia Run, hè? Ja, van de Vrieling Varia Run. Van de Vrieling Varia Run. Ja. Nou, gaat goed. Ja. Ja. En je hebt nummer 1. Ik heb nummer 1. Als gaat startnummer. Maar je gaat meedoen? Ik ga meedoen. Maar nee, maar de, hoeveel deelnemers doen er mee? Wij zaten net een op een 450 ongeveer. Totaal, hè? Ja, totaal. Oké, okay. Ja. Dat gaat goed. Dat gaat heel goed, ja. Maar jij gaat mee met de 5 kilometer? Ik ga de 5 kilometer lopen. En hoeveel hebben ze daarvoor ingeschreven? Zo ongeveer. Dat weet ik even niet. Weet ik, nee, nee, dat weet ik even niet helemaal. In ieder geval, bij de voorinschrijvingen waren er over de 200. Oké. Okay. Dus er zijn er vandaag heel veel bijgekomen. Oké, okay, dan staat de tent zo vol. Ja, ja, ik hoop het wel. Nou, we zijn benieuwd. Drang aan de start. Ja. Nou, we zijn benieuwd en jouw positie is bepaald. Oké, okay, ik zie je al. Voorin, ja, is goed. Oké. Okay. Succes. Jo. Henny. Je gaat meedoen met de Varia Run. Ja, als je hier geboren in deze stad, dan moet je toch wel. Maar je bent al ver boven de 1000, hè? Ja, ik ben 1042 geworden. Dit wordt 1042. Ja, ik ben in 3 weken uit geweest. Dat heb ik in België op een kasseetjes in Brugge een wedstrijd gelopen. Oké. Okay. Ja, dus dat is nu even weer kijken. Niet te gek doen, het is hartstikke warm. Ja. Dus, Maar pak je de 5 of de 10? De 5. De 5, ja. Gewoon lekker 2 rondjes. Succes ermee. Oké, okay, bedankt.
Ik zie je bij de start. Ja, de tweede Falia run naast mij staan, of liever gezegd, ik sta naast haar. Een van de mooiste vrouwen die momenteel geveld door een griepje is geveld. Maar ze heeft zich opgepept. Ze is een van die perfecte hoofddames hier in Delevaart. En hoe heet je? Lisa. Lisa, hè? Lisa, die gaat jullie wegschieten. Doe je pistool omhoog en schiet ze weg voor die tweede Falia run hier in Delevaart. Sportiefste stad van Overijssel. Ga je gang. Ja, en ze vallen in de schot. Jongens, binnen, ja, oh musje. Jij staat er denk ik niet op, want jij gaat voor beide pionnetjes. En als je dat doet, dan gaat het goed. Als ze ze weg zien gaan voor twee ronden, en dan moet je natuurlijk zeggen, Jesper Kloek uit Delenvaart was vorig jaar de snelste man uit Delenvaart in 1844. Marco Hoeven noteerde vorig jaar 1909. En Mark de Boer, 2134, is de roze koningin en de hofdame. Succes! Ah ja, dat geldt voor de roze koningin en de hofdames. En de man natuurlijk van Kardijk komt uit Almelo in het rode shirt. En hij gaat hier op dit moment voor de bezemwagen. Iedereen die Kolderman, die 16 minuten en 13. Ah, hier staat de hoofddame. Ja, Erik Leusing is 16 minuten en 18 seconden als een duveltje uit het doosje. 16, 18. En dan moet je zeggen dat hij 5 seconden sneller is dan zijn teammaatje van vorig jaar, Harm-Jan Martens. Hij heeft een fantastische ronde gelopen. Mag je natuurlijk 16, 18. En dat is goed. En als we naar het koppelmannetje kijken, ja, die gaat naar 16, 37. Dan heb je hier vandaag fantastische tijd, hoor. Dat kan Denis Faria zeggen. Niet het gezelligste feestdorp, maar ook het mooiste sportieve dorp.